Hoi, vandaag heb ik een speciaal maskerartikel. Ik wist dat ik een hele lange dag zou hebben vandaag. En dat ik tussendoor even thuis kon zijn. Dat heb ik dus vandaag. Ik heb de hele dag allemaal dingen gedaan. Dat ik net terug ben van de IKEA. Nou, je weet allemaal hoe vermoeiend dat kan zijn. En ik ga straks nog naar de bios. Ik moet nog twee stukjes schrijven. En nog dingetjes voor mijn kantoor regelen. En ik ben helemaal gaar nu. En ik heb een natuurlijk masker. Die ik wil laten zien aan jullie. Het komkommermasker. Ik heb tot nu toe alleen maar dit masker op mijn ogen gedaan. Om mijn ogen een beetje op te frissen. Maar je kan hem ook op je hele gezicht doen. En dat gaat als volgt. Je neemt komkommerschijfjes. En die leg je sowieso op je ogen. Want dit is een masker dat je gezicht gaat verfrissen. En wakkerder maken. Dus dit is echt een trucje als jullie in dezelfde situatie als mij zitten. Dus nu, weet je, dood, moe, helemaal gaar. Maar je moet nog wat doen. En het kan ook gewoon over je make-up heen. Dus tussendoor verfris jezelf even. Schijfjes, komkommer. Je hebt ongeveer een halve komkommer nodig. En die leg je op je ogen en op je hele gezicht. Dan blijf je liggen eventjes, 5 minuten, een beetje uitrusten. Niet in slaap vallen. En dan haal je het eraf en dan zal je zien dat je hele gezicht opgefrist is. Doe voorzichtig met het mes. Eigen risico dit. En eigenlijk, ik kon hier misschien wel foto's van maken, maar aangezien er wat over mijn ogen heen ligt, gaat dat niet heel makkelijk. En het leek me wel leuk om weer zo'n filmpje te maken. Oké, ik heb nu zoveel schijfjes. Oh, sorry voor mijn nagels. Let daar niet op. Ik moet ze echt morgen laten doen. Ik heb het nog nooit zo dramatisch gehad. Maar goed, dan ga je liggen. Even een beetje comfy maken. En dan leg je 2 stukjes op je ogen. En de rest leg je op je hele gezicht. Zo. Ik doe even mijn hele gezicht eerst. En je voelt al gelijk dat het heel verkoelend is. En een kleine opmerking. De komkommer moet in de koelkast hebben gelegen. Want anders dan is hij niet optimaal verkoelend, verfrissend. Zo. Oké, de ogen. En nu blijf je 5 minuten liggen. Oké, er zijn ongeveer 5 minuten voorbij, dus ik ga het eraf halen. En nu is mijn gezicht een beetje opgefrist. Het voelt heel lekker verkoelend. Vooral na een paar minuten begin je echt te voelen dat het een beetje diep van binnen verkoelt. Het kan dus over je make-up heen, maar komkommers zijn natuurlijk, die hebben veel vocht, dus het kan een beetje uitlopen. Dan zie je dat het niet echt is gebeurd. Ik ga wel mijn foundation nog opnieuw aanbrengen. Of een beetje, ik ga me even bijpoederen, laten we het zo zeggen. Mijn gezicht is nu een beetje opgepept en opgefrist. En het is een heel lekker masker om even snel tussendoor te doen. Je kan zelfs bijvoorbeeld komkommers in een zakje doen en dan in de schijfjes in een zakje doen en dan in de koelkast leggen. Als je nog ergens heen moet, bijvoorbeeld op je werk in de koelkast of zo of iets. Het is in ieder geval een hele snelle manier om je even op te frissen. En natuurlijk, en in de zomer heel lekker als je verbrand bent ook. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat ik het ook weer even gefilmd had en zo. En bedankt voor het kijken. Ciao!